Hesseling Koffie, magazijn aan de rondweg hier in Wintelswijk. Waarom eigenlijk deze uitbreiding? Ja, nou ja, wij zijn als koffiebranderij, bestaat Hesseling Koffie al ruim 130 jaar. En ja, langzaam maar zeker gaan we steeds verder ook het land in. Onze koffie is door het hele land verkrijgbaar. Ja. En we kwamen toch langzaam maar zeker een beetje logistiek in de problemen. Dat we te weinig ruimte hadden om onze opslag van diverse producten te realiseren. Dus vandaar dat wij deze hal in gebruik hebben genomen om onze voorraad koffie en andere producten op te slaan. Ja, want in het oorspronkelijke pand, waar die nog zit, dat is de branderij, dat is de productie. Ja, klopt. En dit wordt het magazijn? Ja, dit wordt het magazijn. Natuurlijk onze huidige pand, de branderij, daar hebben we de opslag van de ruwe koffie. En tevens ook de opslag van alle materialen die we nodig hebben. Dat zijn dozen, verpakkingsmaterialen, folie en dergelijke. En natuurlijk de ruwe koffie. Dus daar wordt zeg maar geproduceerd en gebrand en verpakt. En de verpakte koffie wordt hier naartoe getransporteerd en opgeslagen voor distributie in de rest van Nederland. En heeft u daar ook allerlei verschillende wegen dat u daar makkelijk hier uit de voeten kunt? Ja, bedoel qua transportbewegingen? Nee, dat is op dit moment is dat nog even met de heftruck zeg maar pellets koffie heen en weer rijden van de ene hal naar de andere hal. Ja. Maar dat is een kleine afstand, dus dat gaat prima. In de toekomst willen we wel graag zeg maar, die twee panden aan elkaar integreren. Maar goed, daar moeten we eerst nog een stukje voor sparen. Ja, het wordt van de moderne eisen voorzien? Ja, nou ja, de ambitie is voor de toekomst zeker ook om een energie-neutraal gebouw te realiseren. Waardoor je met zonnepanelen en energie, warmte-terugwinning dergelijke zo energie-neutraal mogelijk kunt gaan werken. Dat wat we nu trouwens ook al doen. Hè. We hebben nu op dit moment ook 390 zonnepanelen op dak liggen waarmee we onze eigen energie opwekken. Dus die speelt er al in richting Nederland 2030 energie neutraal? Dat is wel het streven. Dat is wel, op dit moment zijn wij ook zelf energie voorzienend. We gebruiken dit jaar gebruiken wij ongeveer 80.000 kilowatt. En we kunnen ongeveer 85.000 à 90.000 kilowatt opwekken zelf met onze eigen panelen. Het ziet er nog leeg uit. Waar? Hier. Ja, het is de voorkant. Ja, zullen we even een kijkje gaan nemen? Ja, is goed. Gaan we binnen even kijken. Is goed. Kom even mee. Hey, Jim, good morning. U bent wel heel internationaal. Goedemorgen. Ja, komen uit Groot-Brittannië of? Nee, gewoon Winterswijk, hè? Ja. Maar je doet de good morning. Ja, maar Jim is zo'n mooie Engels klinkende naam, hè? Dus daarom zeg je altijd good morning. Oh, zo doen we, ja. Dat heeft ook te maken met de internationale allure van Hesseling Koffie. Ambitie. Ja. Nou, ja, op dit moment zitten we eigenlijk voornamelijk in Nederland. En sinds een aantal jaren hebben we ook een eigen GmbH, Hesseling Café GmbH. Ja, je zit ook veel in de Duitse gaststätten, hè? Hier net in de grensstreek. Proberen wij nu. Dat is nog redelijk te vinden, moet ik proberen zeggen. Proberen we voet aan de grond te krijgen, maar dat is natuurlijk wel even voor ons een hele nieuwe markt. Ja. En de Duitse cultuur is natuurlijk heel iets anders wat koffie betreft als de Nederlandse cultuur. Maar we zijn flexibel genoeg om daar goed op in te spelen, dus dat gaat wel goed. Maar wat is het verschil met de Duitse cultuur? De koffie is anders, hè? Dan de Nederlandse. Ja, dat is een stukje cultuurverschil, zeg maar. De Duitsers drinken nog veel filtercafé, van die Kännchencafé. Ja. En zoals wij espresso gezette koffie, zeg maar, met zo'n crème laagje erop, zeg maar, dat is in Duitsland nog minder van toepassing. En de smaakbeleving van de Duitser is iets anders dan die van de Nederlander of van de koffie op dat moment. Dus dat past u ook aan wanneer je aan het produceren bent? Ja, we zijn flexibel genoeg om diverse melanges te kunnen produceren die geschikt zijn voor verschillende doelgroepen. Ja. Ja. Wat staat hier allemaal? Er is allemaal koffie en nog eens koffie? Ja, wel heel veel. Je kunt wel zien, zoals hier staat, de koffievoorraad onder. De onderste rij is wat wij noemen de pikvoorraad, zeg maar, dus de koffie die de order picking, wat al gebeurt. Ja. En natuurlijk de koffie die bijvoorbeeld gisteren of vandaag gebrand wordt, die staat helemaal bovenop. Ja. En dan heb je natuurlijk het FIFO systeem, zoals dat een mooi woord heet, first in, first out. Dat betekent dat er op een etiket aan de buitenkant iemand kan zien wanneer welke koffie het eerst aan de beurt is om uit de stelling gehaald te worden. En dat geldt ook voor theeproducten en dat geldt natuurlijk ook voor die andere producten die hier allemaal, melkcupjes, alles wat hier allemaal staat. Nou, als ik aan koffie denk, dan ken je verschillende gradaties. Ja.
Je hebt roodmerk, zilver en goudmerk. Hoe zit dat hier? Roodmerken, dat kennen we niet, want dat is van Douwe Egberts. Wij hebben hier wrestling koffie, dus wij beginnen bij onze dessertmelange voor een filterkoffie. Ja. En daarnaast hebben wij een zestal bonenmelanges met verschillende branding en smaakbeleving. Van een milde koffie tot een hele sterke koffie als je een lekkere pittige espresso zou willen drinken. En daarnaast hebben we ook onze fingerprinted line. Dat is een 100% duurzame koffie. Dat is een Max Havelaar gecertificeerd en tevens ook biologische koffie. Dus voor mensen die echt iets bijzonders willen hebben op het gebied van duurzaamheid, is dat een prima product. In de gaten gehouden? Ja, onze productieproces is volledig geautomatiseerd. Dat betekent dat alle machines die hier dus daar staan, onder andere de brander waar de koffie hier gebrand wordt, ja. En tevens aan deze zijde zeg maar, de verpakkingsmachine waarin de koffie verpakt wordt, geautomatiseerd is. Wordt aangestuurd door de computer, zullen we maar zeggen. Al die machines zijn verbonden met een schaakkast met deze computers. En hier kunnen we precies inregelen wat we willen gaan doen. We kunnen de recepturen veranderen van de melanges. Maar we kunnen ook tegen de brander zeggen van nou, vandaag willen we zoveel kilo van die en die soort gebrand hebben. En dan wordt die koffiemelange automatisch samengesteld en gebrand en naar een goede koffiesilo getransporteerd. En van daaruit zie je hier dus de schematische weergave van de branderij. Vanaf het moment dat de koffie in de silo gaat, tot het moment dat de koffie in de verpakkingsmachine gaat en verpakt wordt. Dus dit is de verpakkingsafdeling? Ja. Vanuit de branderij, worden de vers gebrande koffiebonen hier naar de silo getransporteerd. En dan vanuit de silo gaat de koffie naar boven, naar de verpakkingsmachine. Hier hebben we de verpakkingsmachine die de koffie afvult in zakken van 1 kilogram. 1 kilo? Ja, dat zie je hier gebeuren. Die uw affiniteit met koffie. Ja, is het dan weer geboren of zo? Ja, nou, de meesten zijn er dan mee. Ik word er meer wakker mee, maar. Ik zeg wel eens, ik heb geen bloed in mijn aderen, maar koffie. Ja. En natuurlijk, omdat het een familiebedrijf is, zeg maar. Ikzelf ben de vierde generatie in het bedrijf. Ja. Dus je bent vanaf jongs af aan al opgegroeid met koffie. Ik kon eerder bij spreken koffie branden dan ik kon lopen. Ja. En toen later ben ik het bedrijf zeg maar ingegaan. En dan ga je proberen je eigen ding daar aan te ontwikkelen. En de koffiemarkt heeft de laatste jaren zeg maar, hele leuke ontwikkelingen doorgemaakt. In wat voor opzicht? In de zin van met mensen die ook veel met de espresso-apparatuur zijn gaan werken. Ja. Links en rechts worden ook behoorlijk wat kwaliteitsslagen gemaakt. En wat vroeger gewoon het branden van koffie het vak was, is nu het leveren van een totaalconcept en het stukje ontzorgen van de klant zeg maar, belangrijk geworden dan alleen maar het koffie maken. Dus meer de marketing, het hele verhaal eromheen. Dus ik vind het wel, het is wel heel, heel fascinerend en het leuke van het vak ondernemen aan zich dat het nooit hetzelfde is. Dus elke keer wat anders. Dus alsjeblieft, hier heb je een kopje koffie. Ja, maar ik ben nu even aan het filmen. Oh. Maar u zet die haar wel mooi voor de camera. Oh, dat is wel heel slim. Ja, goed, dus nog bedankt. Ja, dank u.